Welkom bij een tweede video over het gebruik van je Raspberry Pi. In de vorige video had ik het erover dat je sowieso een Raspberry Pi plaatje nodig hebt, een geheugenkaart en de voedingaansluiting voor op je Raspberry Pi. Die drie zijn het allerbelangrijkste. Daarnaast zijn er nog wat andere accessoires die je kunt gebruiken voor je Raspberry Pi en die ook erg handig zijn als je het ook daadwerkelijk wilt gebruiken. Wat heel makkelijk is om te gebruiken is een muis. Een muis met USB-aansluiting. Die kun je dus heel makkelijk aansluiten aan je Raspberry Pi bij de USB-poorten. Die kun je heel goed gebruiken als je bijvoorbeeld je Raspberry Pi wil gaan gebruiken als computer. Nou, als je het over een muis hebt, is het ook handig om een toetsenbord te gebruiken. Een toetsenbord kun je ook door middel van de USB-aansluiting die hier zit, kun je zo aan je Raspberry Pi koppelen. Wat ook makkelijk is, dat heb ik dan aangeschaft, is een STHC, een multicard reader. Een multicard reader kan je allemaal verschillende kaartjes in doen en die heeft aan de onderkant heeft die een USB-aansluiting, zodat je dus heel makkelijk je microSD-kaart, die kun je dus in deze multicard doen. En dan kun je hem zo in je computer doen, zodat je de programma's op kunt zetten. Heel makkelijk, kost niet zo heel veel bij de blokken, hoogstens misschien een eurotje of twee. Als je nou geen computerscherm hebt en je wilt bijvoorbeeld gebruik maken van een tv, op een tv zit voornamelijk een HDMI-kabel, dan heb je dus ook een kabel nodig waarbij aan beide kanten een HDMI-kant heeft. En dat is heel makkelijk, want dan kun je zo dus aan de ene kant dus vastmaken aan je Raspberry Pi en de andere die bevestig je dan aan je tv en op deze manier komt dus hetgene wat de Raspberry Pi projecteert op je tv terecht. Nou heb ik het over de tv en dat je daarvan gebruik kunt maken van beide kanten met een HDMI-kabel, maar je hebt ook gewoon een computerscherm. In dit geval staat die eventjes hier. En bij het computerscherm gaat het net weer eventjes anders. Want bij het computerscherm moet je hem sowieso aansluiten met een stekker, want anders dan doet hij het niet. Dus de stekker die heb je sowieso nodig om hem aan te sluiten. Maar de meeste computerschermen die hebben een VGA-kabel. Dat is deze blauwe kabel zoals je hier ziet. Het is dan heel makkelijk als je hem dan aan je Raspberry Pi wil koppelen dat je er een tussenstukje bij koopt. In dit geval zie je dat deze witte kabel kun je dus die VGA-kabel kan je hier aan koppelen en deze kan je dan zo in je Raspberry Pi doen. En op deze manier kun je dus ook een computerscherm gebruiken voor gebruik van je Raspberry Pi. Dan is er nog iets wat wel makkelijk is, dat vind ik dan althans, en dat is ook een USB met een USB-stick. USB-aansluiting. Maar het mooie hiervan is, je kunt hier nu weer vier extra USB-poortjes. Dus je hebt er sowieso al vier op je Raspberry Pi. Maar als je deze ook nog koppelt aan je Raspberry Pi, dan heb je er in plaats van dat je er nu nog drie over hebt, heb je er nog zeven. Dus dat scheelt. Dus als je nog meer dingen aan wilt koppelen, zoals een controller, in dit geval zit een SNES. Controller met USB-aansluiting. Als je die bijvoorbeeld wilt gaan gebruiken om te gaan gamen met je Raspberry Pi, heb je veel meer ruimte om en je toetsenbord en je muis en je console eraan vast te koppelen. Nou, dit zijn eigenlijk bijna alle kabels die je moet gebruiken. Hier is bijvoorbeeld nog een kabel om te gebruiken als je een Raspberry Pi hebt zonder wifi. Dan kan je hem dus zo op de plek waar je internet eruit kunt halen, kan je hem koppelen en op de plek waar je internet af kan halen, kan je hem daarin steken. Dan heb je ook op dezelfde manier internet. Maar in ieder geval met de Raspberry Pi 3 kun je in principe al de wifi opzoeken. Dat detecteert hij al. Nou, dit zijn eigenlijk ook nog weer spullen die je kunt gebruiken om goed gebruik te kunnen maken van je Raspberry Pi. Niet alles is nodig, maar sommige dingen zijn wel makkelijk om te hebben en om te gebruiken. Ik gebruik het wel en dat is puur zodat ik alles goed kan gebruiken en dat het ook op een goede manier werkt. Nou, ik hoop dat je er wat aan gehad hebt door deze video te kijken.
En in een vervolg ga ik nog een uitleg geven hoe je alles aan elkaar koppelt, zodat het ook werkt. En ik ga nog een uitleg geven over hoe je het programma kunt downloaden voor op je geheugenkaart. Want ja, dat is natuurlijk ook belangrijk, want anders kun je sowieso je Raspberry Pi niet gebruiken. Want je Raspberry Pi die moet je zelf programmeren. Er staat namelijk niks op, zoals een normale computer.